Yes, what's up guys? Het is Paul hier. Welkom weer bij een gloednieuwe video. En vandaag wil ik het met je hebben over het juiste moment zal nooit komen. Hoe verander je je leven nu, recht op dit moment? Dat is precies wat ik je vandaag ga uitleggen. De kracht van beslissingen. Beslissingen hebben de kracht om je leven te veranderen. En dat kunnen ze voor altijd. En het is heel belangrijk om snel de juiste beslissing te kunnen maken die op voor jou dat moment een logische beslissing is. Hier zijn een aantal van mijn belangrijkste beslissingen die ik heb gemaakt. Fit worden door naar de gym te gaan, stoppen met alcohol sinds dit jaar, beginnen met mijn business en als allerlaatste investeren in mijzelf. Dit zijn allemaal beslissingen die ik heb gemaakt op vrij jonge leeftijd en waar ik nu nog steeds achter sta en eigenlijk meeneem in de rest van mijn leven. Dus in principe, ik weet niet of je het kent, maar Jeff Bezos, de eigenaar van Amazon, die zegt: je hoeft maar een paar simpele beslissingen op een dag te maken. Een paar juiste beslissingen op een dag. Om succesvol te worden. En daar houd ik me ook aan om een aantal beslissingen per dag juist te doen. De geheime sleutel naar succes. Doe dingen waarvan andere mensen bang zijn ze te doen. En doe ze nu. Snelheid wint. Strijd is altijd in je eigen mind. Accepteer dat je uiteindelijk doodgaat en dat niets echt uitmaakt. Nou, wat bedoel ik nou met dingen waarvan andere mensen bang zijn te doen? Bijvoorbeeld aanspreken van chicks, starten van een bedrijf, naar de gym gaan. Dingen buiten je comfortzone momenteel, bijvoorbeeld Nederland verlaten door te gaan reizen. Dat soort verschillende dingen. En je moet ze nu doen, want snelheid is extreem belangrijk in deze tijd. Elke dag word je een dagje ouder en op een gegeven moment heb je niet meer dat eenhoornsbloed op die jonge leeftijd waarin je heel de wereld aan kan. Zorg ervoor dat je dingen doet waarvan andere mensen bang zijn ze te doen. Dus eigenlijk waar iedereen rechts gaat, ga jij links. Dat is het hele ding. Doe niet wat de massa doet, want. Ja, tenzij je het resultaat wilt wat de massa heeft, doe het dan niet. Hoe verander je je leven nu en hoe kan je dat gelijk gaan toepassen? Stap 1. Schrijf op wat je uit het leven wilt en één ding dat je hierin bang maakt. En doe iets richting dat doel nu. Stop deze video, schrijf op wat je allemaal uit het leven wilt, de rest van je leven. En één ding dat je bang maakt om te doen en doe dat. En doe elke dag iets richting dat doel, 100 dagen lang. Dat zijn 3 maanden. Je zal echt niet geloven hoeveel groei dit veroorzaakt in je eigen persoonlijke leven. Oké. Bouw een supportende kring. Je hebt de juiste mensen om je heen nodig. Hoe zullen je gevoelens veranderen als je groepen hebt die je motiveert, support, aanmoedigt en echt advies hebben? Als je actie neemt op deze video, zal ik jezelf supporten. Stuur me dan een berichtje op Instagram of op Facebook, Paul van Sprundel, en ik zal jou zelf supporten in je eigen journey. Daar sta ik voor om je eventueel verder te kunnen helpen. Oké, hoe pas ik dit zelf toe? Ik investeer in coaches en cursussen. En dat zeg ik niet omdat je mijn cursus of coachings nu moet nemen. Ik investeer daarin, ik investeer in netwerken. Ik zorg ervoor dat ik beter word als man en ik kom in de juiste kringen. Over een week ga ik 2 maanden naar Bali, ook met de groep Digital Nomads, met ondernemers weer. En zo kom je eigenlijk in contact met andere soort mensen. En dat gaat je enorm helpen om de juiste stappen te maken. Als je er kan reden vinden om te veranderen, doe het dan voor iemand anders. Doe het voor iemand anders. Er zijn andere mensen niet zoals jij, anderen die nooit hun leven zullen veranderen. En dat zijn er eigenlijk heel erg veel. En ik geloof dat het voor de sterke en voor de brave mannen is om voor andere mensen te kunnen zorgen. Voor je ouders te kunnen zorgen, voor je partner te kunnen zorgen. En daarom raad ik je aan om te stoppen met wachten en gelijk actie te ondernemen. Als je ouders je hebben opgevoed, dan ben je ze verschuldigd. Doe iets voor ze, doe iets terug voor ze, zodat je uiteindelijk een beter leven kan leiden. Wat ook goed is voor jouw ouders en dat je terug kan geven aan familie en vrienden. Stel je voor dat je dood aan het gaan bent op dit moment, dat dit de laatste YouTube-video is die je ooit gaat bekijken. Schrijf alles op dat je spijt hebt dat je dat nog niet hebt gedaan. Dingen die je gezegd had willen hebben tegen bepaalde mensen. Ervaringen die je graag had ervaren. Successen die je graag had beleefd. Momenten die je graag had beleefd. Je zal niet terugkijken op auto's, Rolex, kleding, etc. Je zal terugkijken op impact. De mensen en de momenten in tijd en de herinneringen die je daarmee hebt gemaakt. Ik hoop dat je superveel al hebt gehad aan deze korte video en waarom je eigenlijk nu moet beginnen en nu actie moet ondernemen. Volg mij op Instagram en op Facebook, Paul van Sprundel. Drop een like, abonneer je op dit account. Het zou mij enorm veel helpen om door te gaan met dit soort video's voor je maken. En ik zie je weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.